Ik heb weer heel veel voetbal gekeken. Nieuwe auto van de week. Met onder andere een speler uit de Championship. Daar kom ik straks op. Maar eerst gaan we naar de doelman. En er kan eigenlijk maar eentje zijn. En ja, dat is natuurlijk David De Gea. 11 reddingen in 1 helft. In zijn eentje hield hij alles tegen. En het mooie is, er zijn mensen die dan zeggen, ja, dat wordt allemaal tegen me aangeschoten. Toevallige reddingen. Maar je moet goed naar hem kijken en zijn voeten werken. Het is net als een tennisser die op de baseline anticipeert wat er gaat gebeuren. Hij is de hele tijd bezig met waar hij moet staan om een bal tegen te houden. En in het voorwerk zit echt de magie van David De Gea. Want hij pakt heel vaak zulke ballen met zijn voeten. En dat is natuurlijk heel knap. Maar 11 reddingen in 1 helft tegen Tottenham Hotspur, dan sta je bij mij in het elftal. Maar het is Manchester De Gea, zou ik bijna zeggen. Dan de verdediging. Fabinho, eigenlijk een middenvelder, verdedigende middenvelder, zelfs rechtsback, ook bij Monaco gespeeld. Stond nu naast Van Dijk. Liverpool won met 0-1 op zoek bij Brighton. Knappe overwinning. Een overwinning waar ze echt voor gestreden hebben. En Fabinho deed het prima naast Van Dijk. Alleen dan ga je toch zitten kijken, wat doet Fabinho eigenlijk allemaal goed? En dan zie je toch ook wel de macht van Van Dijk. Hè? Want iedereen die naast Van Dijk staat, die kan uitgroeien tot man of the match. Zo goed is Van Dijk geworden. Hij is in de running voor speler van het jaar. Maar ik denk zelfs dat als ze jou naast Van Dijk zetten, dat jij ook man of the match kan worden bij Liverpool. Zo goed is Van Dijk en Fabinho die vult prima in. En Matip ontbrak natuurlijk, Lovren ontbrak, Gomez is geblesseerd. En dan staat Fabinho er gewoon naast. En die kan dan uitgroeien tot man of the match. Dat zegt heel veel ook over Van Dijk die keurig zijn werk doet en dan 7 speelt. En dan staat iemand anders naast hem die dan een 8 speelt. En Fabinho was goed. Zoals ik in de intro al zei, ik heb ook een wedstrijd uit de Championship bekeken. Leeds United tegen Derby County. Het ging vooraf over het spionnenverhaal. Hè. Dat was natuurlijk een assistent van Bielsa die over een hek was geklommen om stiekem naar de training van Derby County te gaan kijken, waar Frank Lampard trainer is. Het werd een heel verhaal. Maar de echte ster van Leeds United tegen Derby County was een 18-jarige jongen. Die stond voor het eerst in de basis. Rechts op middenveld, rechteraanvaller Jack Clark, 18 jaar. En dat is wel mooi dat Leeds United staat bovenaan. Is een club die jarenlang in verval is geweest. Derde divisie gespeeld en nu een Argentijn, Marcelo Bielsa. Hij wordt El Loco genoemd, maar het is een bijzondere trainer, omdat hij trainingssessies heeft van 3 uur. Maar als je heel goed kijkt naar Leeds United, ik overdrijf een beetje. Het beste voetbal in Engeland wordt niet gespeeld in de Premier League, maar misschien wel in de Championship door de koploper, door Leeds United. Door het Leeds United van Marcelo Bielsa. En je ziet ook heel vaak bij hem dat jonge spelers weten door te breken. Dat zag je bij Bilbao, dat zag je bij Marseille, waar Benjamin Mandi bijvoorbeeld doorbrak, die nu bij City speelt. Maar Bielsa is heel goed in het herkennen van talent en ook het talent inzetten op een bepaalde manier, zodat ze kunnen uitblinken. En Jack Clark is 18 jaar invaller en afgelopen weekend voor het eerst in de basis. Maar die staat nu al in de belangstelling van heel grote clubs. Manchester City wil hem heel graag hebben. Guardiola is ook weer fan van Bielsa en van Leeds United. Kijkt die wedstrijden en ziet Jack Clark en die wil hem graag hebben. Dan de laatste die ik eruit wil lichten, een aanvaller. Een wel bijzondere van Raul de Thomas, 24 jaar, speler van Rayo Vallecano, scoorde 3 keer. Afgelopen weekend. En het bijzondere van hem is dus dat hij de meest scorende aanvaller van Real Madrid is in de Spaanse competitie. Scoorde vaker dan Karim Benzema. Staat onder contract bij Real Madrid. Kon blijven. Hij kreeg van de vorige trainer Julen Lopetegui te horen van, ik vind je eigenlijk wel een goede speler. Je kunt blijven. Ik kan je alleen geen garantie geven op speeltijd. Toen heeft hij gezegd, oké, even goede vrienden. Hij speelde al bij Rayo Vallecano op huurbasis. Ik ga liever tegen degradatie vechten. En ik wil liever op het veld staan dan de bank warm te houden, zoals Mariano Diaz nu doet. En daar heeft hij voor gekozen. En ik vind het wel mooi, een speler met ballen die gewoon zegt, ik laat Real Madrid voor wat het is. Ik ga lekker op huurbasis bij Rayo Vallecano spelen. Tegen degradatie voor een hele mooie club. En hij is daar nu heel belangrijk. Hij is een beetje de Luc de Jong van die club. Hij is niet alleen belangrijk met zijn doelpunten, maar ook als aanspeelpunt. Hij is eigenlijk overal, vecht voor het elftal. En kan dit seizoen opnieuw met Rayo Vallecano belangrijk zijn. Omdat hij eigenlijk vorig seizoen gepromoveerd, veel goals gemaakt. En nu probeert hij Rayo Vallecano erin te houden. En ik vind het wel mooi dat een speler kiest voor zijn carrière en voor speelminuten in plaats van op de bank te zitten bij Real Madrid. Want wat ben je dan waard?